Zijn generale grootheid regeerde van Rome, vorst der volkeren, heerser van het internet en index van het heelal. Keizer Augustus beveelt alle mensen zullen worden geteld. Welkom. Ik zie hier één iemand die meetelt en allemaal ezels die je mee hebt gebracht. Kunnen slaan vandaag, hè? Dat er iets raars gebeurt.
op de wereld wacht, waarin de sterren zullen verbleken, want wat? Wat staat in het boek? Wij dwalen in de diepste donkerte. Schimmen zijn wij in de schaduw. Wie wijst ons de weg? Een nieuwe ster zal stralen. Een nieuw licht zal schijnen. Een nieuwe tijd begint. Wat zullen wij gelukkig zijn? We zullen juichen. We zullen zingen. We zullen dansen. Want een kind wordt ons geboren. De Messias wordt ons gegeven. Jesaja. Dank je wel. Maar wat hebben mijn gasten hier nou aan? Het oude boek. Schimmen zijn wij in het duister. Nou, dat valt allemaal best wel mee, want zo donker vind ik het hier helemaal niet. En trouwens, dat van die ene ster, dat klopt al helemaal niet. Het zijn er namelijk vijf. Kijk, 1, 2, ja, vijf. En je zou best beter naar Jesaja kunnen luisteren, die ons de liefde leert. Dat zal wat voor jou zijn, want hoe je die herders net wegjoeg, nou dat kan echt niet hoor. Ja, hou er allemaal over op en zorg dat de gasten kunnen gaan slapen, hè. Het is al laat. Ja, maar Jesaja zei ook zo dat we kunnen dansen. En we hebben nog een dansgroep, de Vijf Sterren. Dat een gewoon babytje is.
in oude doeken gewikkeld. En het ligt in een voerbak. We zijn meteen gaan kijken. En het is waar. Precies zoals de engel vertelde. Ja, laten we er snel heen gaan. Ja. Oh, het is allemaal goed nieuws voor iedereen. Nou, oké, okay, als jullie iets zeggen, dan... Zelfs voor jou. Ook voor jou. Oké, okay. Okay, dan ga ik mee. Maar als ik maar niet voor haar hoef te lopen. Oké. Okay. Beste gasten, gaan jullie maar terug naar jullie ezels en vul daar samen met je ezels de formulieren verder in. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat het goede nieuws aan iedereen...